Dag dames en heren, dit is het Heuvelad Nieuws van maandag 8 mei. Met 18 overwinningen, 6 keer gelijk spel en slechts 3 verloren duels is SV Meerse kampioen geworden. Zondag won de ploeg van trainer Danny Volkers door met 2-0 te winnen van HVCH uit Brabant. Na afloop van de overwinning was er een groot feest in Meerse. Uniek voor deze club. Ja, fantastisch. Kijk eens wat om je heen. Wat nu gebeurt. Ja, dat is uniek. Ja. Ja, man. Maar vrij best. Het is alle emoties gaan door elkaar. Het is eigenlijk nooit gedacht om dit mee te maken. Eigenlijk niet. Het is ongelooflijk. Want wie ging ze vanmorgen? Ja, wie ging ze erin? Ja, vanmorgen dacht ik, we gaan het doen. Maar aan het begin van het seizoen dacht ik, oké, we gaan top 5, top 6 eindigen. Prima, maar kampioen worden. Ongelooflijk. Eigenlijk ongelooflijk. Ja, het is heel mooi hier. Heel mooi. Alle stapje. Maar hoe voel je je? Ja, ik voel me echt top. Toppie. Ja, maar had je dit verwacht, begin van het seizoen? Ja, toen jij van de tweede klasse overkwam, wist ik niet zeker of we het gingen redden. Ja, maar nee, ik ook niet. ik ook echt niet. We hebben het toch gered. Ik ben heel blij. Ja, schitterend, schitterend. Het is historie. Ik bedoel, meer zijn dan nooit zo gevoetbald. Dit is fantastisch. Moet ik even om me bezinken. Maar wat een prachtige dag. En schitterend. Voor de jongens. Vera ook, ik ga het positief nu gebruiken na al die jaren lang. Dat is schitterend. Ja, het is voor mij de tweede keer. De vorige keer toen ze kampioen werden, dat was in Landgraaf. Daar was ik bij. Vandaag was het in Hees. En ik moet eerlijk zeggen, ik had de hele dag de telefoon aanstaan. En toen ik in de Twitterberichten las dat het 1-0 was, ik denk, nou, nu is het gebeurd. Nu is het gebeurd. En dan is dit gewoon een thuiskomfeestje. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. Doordat Meerse nu kampioen is geworden, gaat dus ook VV Bunde door naar de KNVB-beker. Heel erg gefeliciteerd, kampioenschap. Maar het is een mooi feestje. Ja, nou ja, los dat het natuurlijk hartstikke leuk is dat we dan waarschijnlijk allebei kampioen worden. Wij worden waarschijnlijk volgende week kampioen. Krijgen wij nu het bekerticket van Meerse. Dus dan spelen we volgend jaar allebei in de, ik weet niet eens hoe je dat noemt, de Toto KNVB-beker of je noemt dat, Michiel? Maar dat krijgen we dus omdat Meerse kampioen wordt en zelf een eigen ticket krijgt. Krijgen wij hun ticket eigenlijk van dit jaar van de beker. Dus dat is super gaaf. In verband met een grote renovatie van de start- en landingsbaan is Maastricht-Aken Airport vanaf vandaag tot en met 13 juni gesloten voor al het vliegverkeer. Gisteren vertrok de laatste vlucht vanaf het vliegveld. De baan is aan vervanging toe. Er wordt begonnen met het verwijderen van het huidige asfalt. Dit zal de meeste geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds op maandag tot en met zaterdag. Rondom het winkelcentrum in IJsden komt een blauwe zone. Daardoor mag je bij de parkeerplaats maximaal 2 uur parkeren met een parkeerschijf. De maatregel gaat in vanaf 1 juli. Volgens de gemeente gaan zelfs BOA's controleren. Ook zullen bij overtreding boetes uitgedeeld worden, aldus de gemeente. De Valkenburgse seniorenpartij is niet blij dat tijdens dodaardenking niet alle winkels gesloten waren. In Vraag in het College roepen ze op om ervoor te zorgen dat de winkels volgend jaar dichtgaan om 7 uur 's avonds. De partij vraagt het college om ze op de hoogte te houden van de voortgang van de voorgestelde maatregel.
En dan nog het weer. Dinsdag is het de hele dag zwaar bewolkt en kan het langdurig regenen. Er kan tussen de 10 en 20 mm vallen. De temperatuur komt rond de 18 graden te liggen. In de nacht wordt het niet kouder dan 14. In de avond wordt het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten. Woensdag begint bewolkt, maar later in de middag komt de zon er af en toe bij. Er is wel nog kans op een bui. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden en 's nachts daalt de temperatuur tot rond de 10. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. Donderdag dan zijn er periodes met zon en is het droog. De temperatuur gaat iets omhoog tot 18 graden en de wind is zwak. In het weekend wordt het weer wat warmer en is het droog. Tot zover het nieuws voor dit moment. Na de reclame gaan we naar VV Walram voor een nieuwe aflevering van Os Durp. Voetbalvereniging Walram. Een club met zijn eigen historie waarin het niet altijd even goed ging. Toch lijkt de club nu mede door haar grote groepen jeugd echt klaar te zijn voor een solide toekomst. Ja, dat en meer na de reclame. Morgen zijn we er weer met een nieuwe nieuwsuitzending. Wilt u nou in de tussentijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Ik wens je nog een hele fijne avond.